De visie die wij hebben als UMC's is dat wij niet langer in staat zullen zijn in de toekomst om de enorme hoeveelheid data die wij moeten verwerken, om dat per UMC te gaan organiseren. Dus wij hebben behoefte om te komen tot een opstelling waarbij wij meer gezamenlijk willen gaan bereiken. Dus ook gezamenlijke infrastructuur. Een allereerste stap om dat te realiseren hebben we gevonden in het project Teamwork, samenwerken, waarbij wij gezamenlijk een SharePoint-omgeving willen creëren. Het belangrijkste is dat je elkaar weet te vinden binnen alle UMC's. En dit systeem faciliteert daar enorm bij. Het is ook mogelijk om tegelijk in één document met iemand anders samen te werken. Dat is ook een heel leuk nieuw aspect van deze omgeving. Een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben is dat je van tevoren heel goed na moet denken over wat voor soort data ga je opslaan. En daarvoor hebben de UMC's nagedacht en een klassificering gemaakt. En op grond van die klassificering kun je beveiligingseisen aanpassen. Voor de vorm waarin de samenwerking in het teamwork nu plaatsvindt, hebben wij als allereerste gezegd van er komen geen privacygevoelige data op te staan. Dat willen we in de toekomst wel kunnen. Dus we zijn ook samen met de privacy officers en de security officers van de UMC's aan de slag gegaan om het systeem waterdicht te maken. SurfConnect is natuurlijk een belangrijk mechanisme om toegang te krijgen tot deze omgeving. Wat merk ik als gebruiker ervan? Dat is eigenlijk in één woord samen te vatten, helemaal niets. Er werken ongeveer 80.000 mensen bij de UMC's. En voor hun is het allemaal mogelijk om met hun user ID en hun wachtwoord dit systeem te gebruiken. Ze merken niet dat er op een andere manier gewerkt moet worden dan vroeger. Toen we hier in ieder geval in Leiden met de SharePoint-omgeving lokaal werkten. En dat is denk ik een mooi compliment ook aan SurfConnect, want zo hoort het.